Ja, ik ben gewoon snel dronken. Dus ik heb denk ik echt na eentje denk ik al. Oh, oké. Okay. Hoi! Hallo! Kom binnen! Ja. Hoi, ik ben Lisanne de Witte. Je kent me waarschijnlijk van de Olympische Spelen van een paar weken terug in Tokio. En dit is mijn Vice interview. Zo. Ja, dat klinkt echt super stom, maar ik denk toch atletiekbaan. En ja, ik weet niet. Ik heb dat wel vaker. Ook altijd als ik op vakantie ben, wil ik altijd even kijken of er een atletiekbaan is. En dan wil ik er gewoon even naartoe. Ja, het is super gek, maar ik heb altijd dat ik op een atletiekbaan voel ik me gewoon echt mezelf of zo. Ja, het maakt dus niet uit welke baan dat is, maar als ik zo op die baan stap, en al is het maar in mijn gewone kleren hoor, dan denk ik, oh ja, dit hoort bij mij. Weet je, dit is een soort van, oh ja. Dit is het wel. Dus ja, ik denk toch wel eigenlijk atletiekbaan dan, ja. Hoe stom het ook klinkt of atleten, maar goed, ja, misschien ook juist wel niet. zo. Daad van verzet. Ik krijg wel echt super vaak van dat soort reacties van mannen op Instagram, wat ik altijd heel irritant vind. En er was laatst iemand, dat is ondertussen wel weer een tijdje terug, die dan begon over dat ik cellulitis had of zo. En toen dacht ik, het is zo oneerlijk dat je nu gewoon zeg maar, tegen mij dat dan zegt. Want ja, dat heb ik. En ik denk dat elke vrouw dat heeft. Of dat is gewoon zo. En dan denk ik, waarom mag jij als man hier nu wat van zeggen tegen mij openlijk op Instagram? Omdat ik geen idee wie je bent. Ik kan niks tegen jou zeggen eigenlijk. Dat vond ik echt heel lullig. Toen heb ik hem ook gewoon op mijn story gezet van deze man is gewoon een, dat moet je gewoon niet doen. En toen kreeg ik zoveel reacties over van wat een onzin dat was, weet je wel. En die neiging heb ik wel heel vaak om dat te doen, want er gebeurt best wel vaak zoiets. Ja, als mensen dat doen op Insta, dan probeer ik daar wel soms wat van te zeggen. Of persoonlijk, of gewoon openlijk. En dan hoop ik dat het een beetje pijn doet. Maar dan merk ik wel, ik merk wel dat dan wel veel vrouwen die daar dan op reageren en dat ze dat ook zo vaak meemaken. En dan denk ik, waarom is dat zo? Dus misschien dat dat een kleine daad is, maar misschien dat het wel bij meerdere mensen wat losmaakt. Dat hoop ik dan. Oeh. Ik denk dat ik van mijn moeder vooral veel wel heb geleerd. En ik denk dat ik van mijn moeder wel echt heb meegekregen dat ik gewoon echt moet gaan. Als ik iets wil, dat ik daar echt gewoon voor moet gaan. Dat ik het gewoon altijd moet proberen. En daar heeft ze me wel gewoon altijd bij geholpen. Ze ging altijd overal mee naartoe. En ik denk dat dat me wel onbewust heeft laten zien van, ja, zo van je moet gewoon echt vechten voor wat je leuk vindt om te doen. En wat je wil doen, moet je gewoon proberen. En niet van tevoren al denken, ja, dat wordt hem niet. Weet je, en dat heeft ze me wel echt meegegeven. Het grootste probleem met jongeren van tegenwoordig is denk ik dat er, ik denk dat er overal een mening over is of zo. Zeg maar. En dan, ik denk dat dat wel vooral social media misschien een beetje daardoor komt, maar overal moet wat van gevonden worden of van gezegd worden. En daar doe ik zelf ook wel een beetje aan mee. Maar ik denk dat dat misschien een beetje het probleem is. Maar tegelijkertijd maakt dat het denk ik ook wel weer heel powerful of zo. Weet je, want ik denk wel dat deze jongere generatie krijgt wel heel veel voor elkaar. Dus dat is ook wel weer heel goed. Dus ik denk dat het aan de ene kant heel goed is. Want doordat je overal wat van zegt, veranderen er misschien ook wel dingen. De hele belangrijke dingen in de wereld. Op persoonlijk vlak denk ik dat het ook wel niet verkeerd kan om gewoon soms een keer je mond te houden. nou, de laatste tijd best wel veel mensen. Ja, en dan natuurlijk vooral gerelateerd aan de Spelen. Dus ja, de laatste keer was misschien 2 dagen terug of zo. Ik denk ook, en het klinkt misschien echt super, ja, een beetje verwend of zo. Van als je het steeds vaker hoort, op een gegeven moment ga je minder snel geloven. Pas als het van bepaalde personen komt, dan is dat wel weer zo. Dan denk je, oh ja, ja, oké, is wel echt zo. Dus als mijn zusje er nu opeens zou zeggen, dan zou ik waarschijnlijk gelijk beginnen te huilen of zo. Maar als iemand anders dan zegt, denk ik, ja, je hebt wel gelijk, dankjewel. Vind ik heel lief, maar ja, maar ik denk dat dat ook komt omdat je dan zelf soms niet zo tevreden bent ermee. Dat je dan denkt, ja, ik weet het, ja, je hebt wel gelijk, maar ja. Ik ben het er niet helemaal mee eens of zo. Ik denk wel dat als ik uiteindelijk
zeg maar, stop met atletiek en dat ik met, zeg maar, mijn carrière, die carrière afsluit, dan denk ik wel dat ik uiteindelijk heel tevreden naar terug kan kijken. Maar nu zit ik denk ik nog zo in die drive van ik wil er nog alles uithalen, dat dat nog niet helemaal lukt.